Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanochtend komt er eerst in het oosten en zuiden nog bewolking voor. We zien het ook op de satellietfoto enigszins terug. Maar in de loop van de ochtend en zeker vanmiddag zal overal de zon flink gaan schijnen. Het blijft ook verder de rest van de dag droog en het wordt 13 of 14 graden bij een veelal matige wind uit het noordwesten, kracht 3 of 4. Ook laat vanmiddag en vanavond blijft het wisselen bewolkt: soms wat meer bewolking, soms wat meer opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of negen zo halverwege de avond. Dan kijken we naar het weerbeeld van morgen. Dat ziet er eigenlijk heel aardig uit. In de ochtend wat meer bewolking in het zuiden en westen van het land, maar uiteindelijk gaat overal de zon weer flink schijnen en het wordt ook behoorlijk zacht met 13 tot 16 graden als maximumtemperatuur en een matige wind die dan uit het zuidoosten waait. En die zuidoostenwind hebben we ook dinsdag en dan wordt het nog wat zachter, 14 tot 19 graden, misschien plaatselijk zelfs 20. Op woensdag is kans op een beetje regen in het zuiden en westen van het land. Hebben we uiteraard ook meer bewolking. Donderdag is het weer droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur daalt iets en komt rond 13 graden uit. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.